klaskamer. Ik sliep vannacht bij haar en Annabel moest vroeg naar school. Maar ik ben lekker blijven liggen, want ik heb nog een vakantie. Ook al is het niet officieel vakantie, want op mijn school zegt ze, ja, het is een lesvrije week. Maar het komt direct na de vakantie, dus ik heb 2 weken vakantie. Ik ben me nu even aan het klaarmaken, want ik ga vandaag afspreken met Nonna. We gaan naar Amsterdam toe, lekker te lunchen. En ik heb Nonna echt al zo lang niet gezien. Ik ken haar echt al super lang. De laatste keer dat ik haar heb gezien was denk ik iets van januari dit jaar. Echt lang geleden. Maar dit zijn echt niet vrienden die je dan gewoon niet continu hoeft te spreken. Maar als je elkaar dan weer ziet, dan is het wel weer gewoon leuk. Dus we gaan gewoon lekker bijkletsen. We hebben allebei gewoon dingen die zijn gebeurd in de afgelopen tijd dat we elkaar niet hebben gezien. Dus er is genoeg om over bij te praten. En de rest van de week ga ik gewoon een productieve week hebben. Want ik heb volgende week dinsdag mijn deadline voor school. En ik moet eerlijk zeggen dat ik daar nog niet heel erg veel voor heb gedaan. Eigenlijk bijna niks. Ik werk gewoon beter onder druk. Dus ik weet het van mezelf dat ik deze week echt hard mijn best ga doen daarvoor. Maar het is toch niet echt handig. Ik heb donderdag ook een gesprek met mijn docent over of ik nog vragen heb en waar ik nu sta en zo. Dus ik wil eigenlijk dan wel het grootste deel af hebben. Want als ik donderdag zeg, yo, ik moet eigenlijk dit en dat en dit allemaal nog doen. Dan denkt ze waarschijnlijk, girl, you're never gonna make it. Ik ben van plan woensdag sowieso de hele dag eraan te zitten. Donderdag voor het gesprek nog. En dan vrijdag nog. En zaterdag. Ja, ik ben dus nog best wel even druk. De Fault Songs van 1989 Taylor's Version zijn echt amazing. Maar de rest van het... Ik zie er gelukkig best wel wat TikToks over, dus ik denk dat ik niet de enige ben. Maar Loki klinkt gewoon als AI. Nee. En Style. Nee, toen die intro al begon dacht ik nee. Dus ik vond het echt jammer. Dus ik ben een beetje bang voor Reputation, Taylor's Version. Ik kan praten terwijl ik mijn mascara op doe. Jongens, er is improvement nu al sinds de laatste video. Het is wel een beetje opschieten. Ik moet zo weg. En als ik terugkom moet ik even mijn spullen hier weer ophalen. Dat ga ik niet mee schouwen. Of ik laat het hier, want ik weet dat ik vanavond ook alweer hier ga slapen. Want Annabel en ik kunnen niet zonder elkaar. Dus het is altijd als ze slaapt bij mij of ik bij haar. En als we dan niet samen slapen, dan slapen we allebei slecht. Anyways, ik ga me nu snel verder aankleden en zo. En dan snel naar de trein. Elise en ik zijn echt al zo lang vriendinnen. Echt, ik weet niet eens hoe dat. Ja, 2016 of zo. Oh, okay. Van onze Gerdy's vlog fase. Yeah. Ja, wij hebben ons elkaar leren kennen door Jade en Gina. Ja. Want wij waren echt grote fans van hen. Maar dat was echt onze primary. En we zijn nog steeds besties. Ja! En we hebben net wat fotootjes gemaakt op dit leuke herfstplekje. Het is nu wel lekker aan het regenen. Ja, dus we zijn hier best goed droog eigenlijk. Ja, want we zijn een beetje door de onderdakt. Ja. Door de bomen. Gelukkig. Dit zijn onze outfits. Helemaal leuk. Yes. We gaan nu nog even wat foto's maken van Elise. Ja. We hebben net lekker geluncht. Oeh. Oh, zo lekker. Zeg, wat had je? Ik had een geitenkaas op een brood. Ja. Op een stuk brood. Op een stuk brood. En jij? Ja, ik had French toast. Dat was echt lekker. Ja, dat zag ook lekker uit. Ja. Amazing! Amazing. Het is vandaag woensdag en ik heb net rijles gehad. Woehoe! Wanneer ze 19 is en geen rijbewijs heeft. Nou. Vandaag ben ik nog steeds vrij van school. En jij ook. Ja, toevallig. Dus daarom zijn we samen, want ja, wanneer niet. Ja. Maar we hebben net een lekker broodje bij de Subway gehaald. Ja! Ik vind Subway eigenlijk zo'n vies broodje, maar soms heb je er zoveel zin in. Ja, het is echt een specifieke craving. En je komt dan ook echt naar binnen en dan denk je, ja. Die geur alleen al this daar. This is hitting the spot. Hoe ga je rijles? Oeh ja, goed. Ik weet niet wat ik daarover moet zeggen. Ik ben.
Had je dat aan het begin ook? Dat ik soms denk ik, voel ik me heel erg alsof ik een soort videogame zit. Dus dan denk ik, dan voel ik me niet echt real dat ik degene ben die aan het rijden is. Snap je? Wij krijgen die driver's license voor mijn 20ste verjaardag. I'm saying that right now. Yes. I love this energy. Oh, kijk hoeveel mij erop zit. Ja. Loki she's. Smik. Hij is heel overlicht. Wat gaan we nog doen vandaag? Leren. Ja. Oh nee, ik moet helemaal niet leren. Nee. Ik moet gewoon naar school. Ja, ik moet zo hard aan school. Ik heb morgen een gesprek met mijn docent. Daar had ik het al over volgens mij in de video. Vanavond gaan we uit eten. Omdat mijn broertje 18 is geworden gisteren. Dus we gaan ook in zijn auto. Hij heeft al zijn rijbewijs. Wanneer je broertje van 18 een rijbewijs heeft en ik niet. Hoor je dat? Is dat een beer? Er wordt hier geschoten, hè? Echt? Ja, hier zit zo'n schietterrein volgens mij. Oh. Wat is je favoriete nummer van 1989? Taylor's version. Nou, The We Don't Talk. Ik vond trouwens Out of the Woods and Clean vond ik beter dan ik de oude versie. Hoe heet die nou? Everywhere! I Don't Place It. Ja, die vind ik echt... Daar ben ik gewoon een beetje verslaafd aan geworden ofzo opnieuw. Ja, die run is echt ja, zo run, fijn. Ja, die run vind ik gewoon zo... Oh, en Suburban Legend is mijn fave. 100%. Ik hoor daar echt niemand over, terwijl ik die echt het beste vind. Nee, iedereen gaat helemaal wild over Is It Over Now. Ja, over Harry Styles. Ik schrik me dood! Oh, wow. Komt in zo'n buiten rechts op me af. Huh? Het lijkt echt alsof je die kan pakken! Ah. Mijn vitamine water! Oh, lekker! Ja, dat ik zo zie. Oh. Sorry. Oh mijn god, ik zit er niet over na te denken. Ik drink zo niet. Nee, ik heb het teruggespuugd. Hier mag je een beetje. Oh, sorry, vies. Nee, vies hè. Die keer dat we uit eten gingen en jij gewoon mijn hele drink had opgenomen. Dat was zo zielig. Je was zo zielig aan het doen. Terwijl ik het helemaal niet zo erg vond. Ja, ik was helemaal... Oh ja. Maar je had die laatste ook zo... Ja, oh ja. Sorry. Ik had zoveel dorst en toen vond ik een slokje. En toen had ik hem gewoon opeens ja, je slurpt het gewoon zeg leeg. Maar, ik dacht, oh, ik kan wel twee slokken nemen. Toen na die twee slokken was gewoon leeg. Of die burger. Toen gingen we allebei een hapje van elkaars burger overlaten. En ik mocht een hapje van jouw burger. Toen had ik echt, het was zo dom. We waren gewoon op tv-programma aan het kijken of zo. En ik heb echt gewoon perfect een stukje hamburger zeg maar overgelaten. Gewoon echt zo'n klein stukje perfect om zeg maar te geven. Ik zag hem ook, en ik zit het gewoon net zo in mijn hand te houden. En opeens eet ik die. En ik dacht, nee. Ja, en echt na 5 minuten of zo zeg ik. Je zou toch een hapje overlaten? En toen zei ik, nee. Ja, ik voelde me. Ik heb me echt die hele dag nog slecht gevoeld. Ik vond het echt niet erg. Nee, jij zat ook heel vol zeker. Ja. Hebben jullie lekker gegeten? Ja. Wat is je relatie tot mij? Ik ben de schoonzus van Vera. En ik ben de meisje van de Hi guys, het is vandaag vrijdag. En ik moet eerlijk toegeven dat ik deze week niet heel erg veel heb gefilmd. Maar dat komt onder andere doordat ik, zoals ik al zei, best wel druk ben met school deze week. Want ik heb mijn deadline dinsdag en ik moet daar gewoon nog te veel voor doen. Gisteren had ik een gesprek met mijn docent dat ook soms wel goed ging. En vandaag heb ik mijn pitch opgenomen, want ik moest ook een hele video pitch opnemen waarin ik gewoon mijn concept eigenlijk ging overtuigen aan de opdrachtgever. Ja, ik wil nog wel een beetje filmen, want ik ga vandaag... vanavond afspreken met Annabel, een vriendin van ons. En we gaan gewoon gezellig een drankje doen in de stad. En de rest van het weekend ga ik helaas bezig met school. Ik heb mezelf verteld dat ik gewoon vanaf nu fully alles moet geven. Tot dinsdag om 12:00 's middags moet het ingeleverd zijn. Maar ik vind dat zo'n onzin. Dus dan lever ik het liever gewoon op maandagavond alvast in. Dus ik heb nog ongeveer 3 volle dagen om eraan te werken. Wat ik ook echt goed moet gebruiken. Omdat ik me gewoon nog steeds best wel achterloop. Ik heb echt uitgesteld tot het laatste moment. Jongens, het is echt verschrikkelijk. Ik krijg er zoveel stress van. Maar het is echt mijn eigen schuld. Maar ja, ik kom er allemaal wel. Vandaag ga ik in ieder geval nog eventjes vanavond chill een drankje doen met Annabel en een vriendin van ons. Dat is Romy. Met Romy heb ik op de middelbare school gezeten. Ik weet niet of wij echt les hadden samen. Want zij zat een jaar lang hoger. Tenminste, toen ik haar leerde kennen, denk ik.
Omdat ik natuurlijk was blijven zitten in... Of ja, natuurlijk. Ik ben blijven zitten in de vierde. En ik denk dat zij toen in haar examenjaar zat. Maar Joanna, die dus ook in de vlog van vorige week zat, die is heel goed bevriend met haar. En zo hebben wij eigenlijk elkaar een beetje leren kennen. Want ik ging eigenlijk alleen maar om met Joanna op de middelbare school. Dus het was superleuk. We hebben nog steeds heel veel contact. En ik dacht, nou, het is wel gewoon gezellig om weer even bij te kletsen. Aangezien ik haar natuurlijk wel best wel lang niet heb gezien. En Annabel gaat ook gezellig mee, want in eerste instantie ging gewoon met twee, maar ze bood aan of Annabel ook mee. Maar ik dacht, ja, I mean. Ik bedoel, ik vind het alleen maar fijn als Annabel er ook bij kan zijn, want ja, dit is gewoon ik die niet zonder haar kan. De rest van de week ga ik dus vanavond ga ik bij Annabel slapen nadat we een drankje hebben gedaan. Dan moet ik morgen de hele dag aan school en dan slaap ik weer bij Annabel en dan zondag ga ik dan werken, 's ochtends. En dan heb ik volgende week nog 1 week vakantie, dus het is eigenlijk echt bizar. Ik heb gewoon 3 weken vakantie gehad. Dus ik ga daar nog even optimaal van genieten voordat het nieuwe blok weer begint. Maar ik heb ook echt wel zin in het nieuwe blok. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat zijn. Want ik vond dit blok die ik dus had heel erg leuk. Ondanks dat ik alles op het laatste moment had uitgesteld. En ik zeg echt bij deze dat ik dus niet meer ga uitstellen. Maar dat zei ik vorig jaar ook. Dus ik ben me nu even aan het klaarmaken. En dan zo meteen brengt mijn broertje mij naar de stad. Wat ik echt heerlijk vind. Want het is deze afgelopen dagen zo hard aan het waaien. En ik weet niet, dit heb ik nooit echt verteld. Maar mijn fiets is dus vorig jaar gestolen. Echt super stom. En toen ik een nieuwe fiets ging kopen, heb ik dat op Marktplaats gedaan. Want ja, ik ga niet voelen een nieuwe fiets kopen. Deze fiets staat vast in versnelling 3. Normaal vind ik het geen probleem. Maar als ik nou eenmaal naar boven moet fietsen in deze hevige wind die er is op dit moment. Nee, sorry. Dan sla ik even over. Ik dacht, weet je, ik vraag gewoon mijn lieve broertje die gewoon al zijn rijbewijs heeft en 18 is en een eigen auto heeft of hij mij even wil brengen. Wat een luxe.